Evert-Jan het Hoen. Ja. Deze ging erom. Ja, zeker. Je kijkt er wel een tijdje naar uit. Deze drie wedstrijden. En vandaag begonnen, ja. Mooie wedstrijd. Goed gespeeld, goed gewonnen. 2-1. Dat zegt misschien ook alles over hoe spannend het was. Ja, nou, ik vond dat we nog wel meer punten hadden kunnen scoren in de wedstrijd. Dat deden we niet. 2-0 voor in de laatste inning. En ze maakten het toch spannend. Ze scoren nog een punt. En ze hebben nog lopers in scoringspositie. Maar Luc Vermeel die deed het uiteindelijk goed. Zevende wedstrijd. Je moet toch een beetje een ijskonijn zijn dan? Ja, maar kijk, dit is toch één wedstrijd van velen. En dit zijn situaties, zeker waar hij vaak in terecht komt. Zij weet daar wel mee om te gaan. Je zegt het zelf al, hier zagen we al zo lang naar uit. Merk je ook meteen het niveauverschil met de andere wedstrijden die je tot nu toe gespeeld hebt dit seizoen? Ja, eigenlijk wel. Dinsdag hadden we de laatste training voor deze series. En je ziet iedereen al eigenlijk uitkijken naar deze wedstrijd. En het niveauverschil, ja, Amsterdam is gewoon een goed team. En we hadden net zo goed deze wedstrijd ook kunnen verliezen. Ook al vind ik dat wij op papier het betere team zijn. Maar ja, dat zegt niks. Je moet het toch laten zien, je moet het doen. Maar deze jongens kijken ernaar uit en morgenavond spelen we weer. Bij de tegenstander pitchte Kevin Heijstenk als startend pitcher. Die doet in principe hartstikke goed, krijgt 6 hits tegen. Dat is niet zoveel, er wordt wel 2 keer gescoord door jullie. Ja, klopt, maar hij gooit ook maar 5 innings. Dus het is bijna een honkslag per inning. Dus we hadden wel een goede slagbeurt op hem. Maar hij had goed gegooid, zeker. Maar ja, hij moest er ook eerder af, want zij spelen ook de Europa Cup volgende week. Ja. Hij zegt ook, er zitten geen gaten bij hun in die slagploeg. Nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja, 1 tot 9 zijn goede slagmensen. En dan hebben we ook nog een paar op de bank zitten. Wat een luxe. Ja, zeker. Ja. Dus kan je dan ook nog een beetje kritisch zijn, wat je net al zei, na die 2-1, dat je denkt van het mag nog wel meer. Ja, natuurlijk. Kijk, je moet de jongens scherp houden, dat ook. Maar dingen kunnen altijd beter. En we hebben de luxe, ook omdat we goede spelers op de bank hebben, dat we altijd wel iets kunnen doen. En het is niet zo van, hey, je bent een goede speler, ga maar spelen. Je moet nog steeds presteren. Omdat je al redelijk vroeg in die wedstrijd op voorsprong komt en zij scoren maar niet, vanaf de tribune lijkt het dan van, nou, een beetje easy going. Of, niet dat jullie je gast terugnemen, maar dat het wel safe zit allemaal. Voel je dat ook zo? Nou, het was belangrijk dat wij eerst scoorden, dat wel. En toen 2-0 was, dacht ik, oké, we gaan verder uitbouwen. Dat deden we niet. Maar ik had er wel alle vertrouwen in dat wij gingen winnen. En de pitcher die Kevin Heijstek verving, ja, die heeft ook heel goed gegooid. En zo'n jonge werper, maar die hield ons goed tegen. Ja, de Blok? Ja, Tom de Blok, ja. Aparte jongen. Ik begrijp, naar Amerika gegaan, had hij eigenlijk misschien wel een flinke kans gehad. Maar dan zegt hij, ik heb hier geen plezier. Dat is wel een apart verhaal, eigenzinnig. Ja, is wel een apart verhaal. Ik denk dat hij niet goed wist waar hij instapte en wat hem ging verwachten. En, ja, hij had een profcontract in Amerika en 2 weken later was hij weer terug in Nederland, want het was niet voor hem. Ja, maar hij is nog steeds een hele talentvolle werper. En ik denk ook wel dat hij heel ver gaat komen, ook al speelt hij alleen in Nederland. Maar er zijn een hoop jongens die zo'n kans heel graag zouden willen hebben. Ja, ik moet niet te lang over hem praten, maar ik zie bij zijn eerste worp zie ik al meteen 92 mijl per uur. Niet dat alles snelheid is, maar het ziet er ook heel sierlijk uit, heel mooi uit hoe hij gooit eigenlijk. Ja, klopt. Hij gooit heel makkelijk 92. En ik denk dat hij nog wel harder kan gooien. Ja. Nou, laten we het eens over je eigen ploeg hebben. 2-1, je wil die eerste periode winnen voordat je naar de Europa Cup gaat. Dus dan moet je gewoon nog vol in de bak. Ja, dan moeten we nog 2 wedstrijden winnen. We willen de eerste periode winnen, maar niet ten koste van alles, omdat we de Europa Cup hebben. Dinsdag spelen we al. En dan hebben we 5 wedstrijden achter elkaar. Dus je moet toch je werpers sparen voor die wedstrijden. En met de eerste periodetitel, daar valt niks mee te winnen. Alleen een periodetitel. Verder hebben we niks, want we zijn nog geplaatst voor de play-offs. Dus het gaat erom, na 42 wedstrijden, periode 1 en 2, bij elkaar. Of je dan eerste bent of niet. Want dan plaats je je direct voor de Europa Cup volgend jaar. Wat je zegt, is dat ook de reden waarom Mark wel 5 innings aan maar staat eigenlijk? Ja, precies. Een normale wedstrijd gooit hij de 6e ook nog. Maar nu, we weten dat hij volgende week weer moet gooien. Dus dan halen we hem er iets eerder af. Maar tegen Amsterdam, je zet hem wel sowieso neer. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Hij had wel genoten. Jij ook volgens mij. Ja, zeker. En hij wilde zelf ook langer gooien. Maar ik zeg, nee, Diego, het goed gegooid. Het is mooi geweest. Volgende week moet belangrijke wedstrijden moet je ook gooien. En we hebben goede relievers die achter hem komen. Dit is een gigantisch stadion. Het zit natuurlijk bij lange na niet vol. Maar ik zie toch wel
wat publiek erop afkomen. Ja, je voelt wel, hier gaat het er gewoon om. Ja, het was drukker dan bij de andere wedstrijden. Het is leuk om te zien dat er wat mensen op afkomen. Het is Amsterdam-Rotterdam. 1-2. En het is altijd leuk honkbal om te zien. Morgen spelen we ook hier. Goed weer. En het zijn leuke wedstrijden. En een hoog niveau, toch? Niet een foutenfestival of iets dergelijks? Nee, zeker niet. Het niveau is zeker goed. Van beide kanten. Nou, dan heb je toch een mooie avond gehad. Ja, zeker. Maar nu kijken we weer uit naar morgen.